En mensen hebben dan nog wat ophef. Ik neem aan dat je ook de column hebt gelezen van je oud-collega De Doelman. Toch? Of niet? Wie is dat? Nee? Ronald Waterreus, heb je niet gelezen? Had hij weer commentaar? Nou, hij vergelijkt jou met een spitssnuitdolfijn die per ongeluk de aanslag in de Maas heeft genomen. Hij lijkt geen idee te hebben wat hij er doet. Ja. En daarbij komt het, daar zegt hij ook weer over het kijken van die wedstrijden. Maar ja, volgens mij hoeft het... Je hoeft toch niet alles te zien weer in het leven? Nee, maar moeten wij deze jongen echt serieus... Hij heeft er wel een kijk op, hè? Maar luister... Jij bent wel vaak aan de beurt. Ja, maar kijk, weet je, dit vind ik ook niet erg, weet je wel. Maar zeker niet als dit soort figuren net roepen. Ik bedoel... Nou, is er wel. Heb jij nog gespeeld met hem? Ja, tenminste, hij zat op bankje, zat hij. Oh, derde keeper. Hij moest altijd die ballen, weet je. Als we nog een keer af wilden werken op het einde, dan moest hij daar gaan staan. Hij beter niemand drinken. Een grootje mee. Nee, maar kijk, dit vind ik helemaal niet erg. Joh. Hij mag zijn mening hebben, die jongen. Tuurlijk. Ik bedoel, ik zit hier, ik heb het prima naar mijn zin. En geloof me, ik zie echt veel wedstrijden. Ja. Alleen, ja, ik zie niet alles. Nee. Maar dat zie jij niet, dat ziet Wim niet en Andy ook niet. Ja. En ik durf te wedden, hij ook niet. Maar ja, blijkbaar vinden ze het leuk om... je had gisteren op PSV gekeken, toch? Gisteren. Nou ja, kijk... Twente, zat je ook te kijken? Die speelt helemaal niet. Weet je wat het ding is? Weet je wat het ding is, Wilfred? Kijk, ze vinden het leuk om iets over mij te zeggen. Want als ze iets over hoge mij bomen. Zeggen, hoge bomen. Daar komen ze ook een keer in het nieuws, weet je wel? En dat... Laat die jongen lekker. Die is nu ook weer gelukkig. Hij zegt ook aardige dingen. Juist niet alleen omdat hij een van de beste voetballers is met wie ik ooit gespeeld heb. Alleen, ja, hij speelde dus niet, begrijp ik. Nee. Maar Wes is ook nog een van de meest authentieke spelers met wie ik in de kleedkamer heb gezeten, zegt hij erbij. En daarom zou hij er niks meer van herinneren. Het is niet geheel wederzijds, begrijp ik dit wel. Maar hij vraagt zich gewoon af of jij nu voor jezelf nog moet duidelijk maken wat je wil. Maar volgens mij ben je gewoon een beetje aan het oriënteren, toch, in het leven op dit moment. Ja, maar ik hoef toch hem niet te vertellen wat ik wel en niet wil. Ik bedoel, stel even lekker de volgende vraag. Laten we dit over.